Hoi, ik ben Kato. En ik ben Seppe. Vandaag gaan we jullie alles laten weten over de opening van het Week van het Geld. We zijn hier in Vleuten en Maxima komt en de baas van de banken. Van het Week van het Geld. 3, 2, 1. Waar geeft u het meeste geld aan uit? Aan mijn kinderen en aan vakanties. Want we willen graag leuke dingen met elkaar doen. Geeft u je kinderen zakgeld? Ja. Hoeveel? 2 euro. Dus dat zijn wat heet de Nibud-normen. Dus niet te veel, maar ook niet te weinig. Maar ik weet wel, opa en oma die geven stiekem een beetje bij. Waar bent u van? Ik ben van het ministerie van Financiën. En wat is dat precies? Het ministerie van Financiën die houdt in de gaten of Nederland wel goed met zijn geld omgaat. Wat vindt u belangrijk aan de Week van het Geld? Nou, wat ik daar heel belangrijk aan vind, is dat kinderen al op hele vroege leeftijd leren hoe ze met geld op moeten gaan. Zodat ze later groot zijn en geld verdienen, dat ze dan verstandige dingen doen. Kunt u zelf ook goed omgaan met geld? Niet zo heel erg. We weten niet wat hier gaat gebeuren. We zijn hier van de pers en we gaan iets met Maxima doen. Waarom geeft u deze gastlessen? Nou, omdat we het heel belangrijk vinden dat jullie, kinderen, al heel jong leren wat geld betekent in je leven. En hoe dat werkt met banken en zo. En hoe je met geld moet omgaan. Heeft u vandaag een gastles gegeven? Ja, ik heb een gastles gegeven over verzekeringen. En ik heb uitgelegd wat voor verzekeringen er allemaal zijn. Waarom je een verzekering nodig hebt. En alle leerlingen mochten ook raden wat voor soort verzekeringen er zijn. Weet jij een goede verzekering? Als je een botsing hebt met de auto. Ja, een autoverzekering. Heel goed voordeel. 80 euro gespaard. En je wilt het geld op een bankrekening zetten. Wat je met het geld gaat doen, dat weet je nog niet. Heeft vandaag ook een gastles gegeven? Nee, want ik was heel druk bezig om onze erevoorzitter te begeleiden van de ene les naar de andere les. Dus met koningin Maxima. Dit was de opening van het Week van het Geld. Heb jij eigenlijk nog wat geleerd? Ja, je moet niet meer uitgeven dan dat je verdient. Oké, bedankt voor het kijken. Wij gaan weer spelen. Doei! Doei.